documentaire jaar iets zou willen schrijven, ook over vluchtelingenproblematiek. Ze nodigden dan drie Kamerleden daarbij uit, een van de VVD, iemand van de SP, iemand van de ChristenUnie. Die gingen dan eigenlijk vertellen over hoe de ontwikkeling binnen de fracties waren, over hoe zij denken over vluchtelingen. Ja, dat weten wij allemaal wel genoegzaam, hoe er verschillend wordt gedacht. En hoe weinig mensen welkom zijn. Ik heb het perspectief gekoppeld. Het stuk heet De Overkant. Het begon met grote ontploffingen bij benzinestations in het hele land. Er werd aan een gecoördineerde actie gebrand. De grenzen in het noorden, oosten en het zuiden zijn gesloten. Alle verbindingswegen in het midden van het land zijn gebarricadeerd. In Utrecht brak een grote brand uit. Een gat met een doorsnede van 1000 meter in het hart van de stad geslagen. De wind stak woedend op, van de aarde recht naar boven. Gevels breken, de daken rijken scheef over de straten, kolommen stof tollen rond tussen de huizen. Iedereen wordt het zicht benomen, de mensen bewegen zich tastend, blind tot buiten de stad. In de grachten drijven lijken. Er zwemmen honden die zich eraan te goed doen. Hier weet niemand wat daar aan de hand is. Kinderen hebben gezien hoe hun ouders verpletterd werden. Er liggen mensen onder puin met wonden die niemand verbindt. Bij de grensovergangen in Groningen en Drenthe staan kilometerlange rijen tot in de provincie. Kinderen, tassen, alles gestapeld in en op auto's. Iedereen wil het door. Iedereen wordt tegengehouden. In het hele land zouden brandhaarden zijn die ze aanwakkeren, wordt niet gezegd. Niemand gelooft in toeval. Boven Overijssel hangen gasbommen. Ademen is stikken. Protocol zegt dat inwoners van Zwolle ramen en deuren gesloten moeten houden. Welke deuren, welke ramen, welke inwoners? De mensen willen naar de Waddeneilanden. Daar zou lucht zijn. 1,5 miljoen mensen rennen in dichte drommen. Mensen vertrappen elkaar om de veerboten vandaag nog te bereiken. Maar de wegen bestaan niet meer. Het zijn brede scheuren, greppels vol brokken steen. De eilanden zijn onbereikbaar. De veerboten varen niet uit. Alle netwerken zijn uitgevallen. Er staat er nog een ziekenhuis overeind. Er is een run geweest op de banken. Wie met grof geld zwaait, kan vervoer naar het westen krijgen, naar de kustplaatsen. Alles, iedereen is in beweging. De Veluwe staat in brand. Aggregaten hebben het begeven. Iedereen rent. Tussen Delft en Leiden is een groep kinderen op drift. Het is onveilig voor meisjes. In de nacht worden ze uit de rijen geplukt. Er komt geen drinkwater meer uit de kranen. Provincie na provincie komt droog te staan. De noodreservoirs in de duinen zijn gebroken. Brabanders zouden massaal naar de Rotterdamse haven zijn getrokken. Op de Maasvlakte doen zich verschrikkelijke tafereelen. De geruchtenstroom houdt aan. Het Rijksmuseum is grotendeels ingestort. Hoeveel overlevenden er zijn, weet niemand. Uit alle provincies zouden mensen naar de kust trekken. Er zeulen nog steeds mensen met hun spullen. Het schijnt dat de Zeeuwse eilanden geïsoleerd zijn geraakt. Delen van dijken zijn weggeslagen. De eilanden drijven in westelijke richting. Niemand kan de krachten beheersen. Er is een onbekende troepenmacht door de oostgrens gebroken. Het schijnt dat de regels veranderd zijn, maar van welk spel in godsnaam? Waar is de overheid? We zouden tientallen boten klaar liggen om Nederlanders naar de overkant te brengen. We zijn met duizenden. Onze boten bezwijken bijna onder het gewicht van de mensen en glijden lichamen over de randen van de boten. We keren boten terug, met levenden en doden. Waar is de overkant? Er is geen overkant. We drijven verder. We spoelen over de hele wereld. Niemand zit op de vluchtelingen te wachten. Gelukszoekers. Zo worden we genoemd.